Het gaat beginnen. Marengo aan de linkerkant. Zet die bal voor. Volkomen vrij. Zo. En een doelpunt. 0-1. Schitterend doelpunt. Wat stond die man vrij? Hoe komt die man daar zo ongelooflijk vrij? En zo stro, dacht ik. Lisse is begonnen. De nummer 9. Lisse is begonnen. Harry goed daar. Gaat schieten. Evre. Tijd voor een crossbal. Denk het. Die is te kort. Lang onderweg. Nee, ja, ja. Daar komt hij. Heel mooi. Nou, Roemion. Het moment. Oh, wat een prachtige reactie van Cummins. Nicky van Hilton. Kan hij weer kruisen? Deed hij dinsdag ook. Maar nu komt het niet aan bij een medespeler. Maarten van Dijk stoort daar. Goed, Maarten van Dijk. Dat is een overtreding. En dan volgt ook een gele kaart. Voor de nummer 24. Lars van der Steen. Ja, dat deed hij goed, Valstar. Ja. Gewoon het pootje ervoor. Hup. Alert. Omhoog. Maakte dinsdag ook al een goede indruk. Jeugdspeler. Nou ja, die nu weer een kans krijgt. 45 minuten. Hij is 19 jaar. Van 2002. Kruisheer achter de bal. Kan er langs. Kan er langs hoor. Ja, misschien gewoon in één keer ineens proberen. Een harde goal. Ik denk dat Evre wegstapt. Ja. Hij gaat mikken op Evre. Oh, wat een mooie redding van de keeper. Een mooie vrije trap. Ik zou hem er zo in zeilen. Maar er staat nog natuurlijk ook een keeper, Erik Cummins. Kijken of het weer een korte corner wordt. Of, Nee, kies je nu voor een lange. Toch komt Roemion daar. Houdt daar Marengo bezig. Toch kort. Opnieuw een corner. Maarten van Dijk. Ja! Maarten van Dijk geeft de assist. En Lars Dekker scoort. Nou, ik zeg goede wissel. Ja, Lars Dekker, dat gebeurt niet vaak. Het is hem van harte gegund. En heel DVS natuurlijk. Weer een korte corner die uiteindelijk Maarten van Dijk goed aanneemt in de 16. En hem strak voorgeeft. En Lars Dekker hoeft alleen nog maar een voetje er tegenaan te zetten. Dus binnen het uur staat het 1-1. En hebben we weer een mooie wedstrijd. Noordhof. Voorzet voor de goal langs, maar hier is wat ruimte. Oei, dat komt maar net goed. Gaat net goed. Oh, hoekschop. Verwij. De bal lang. Van de Putten. Naar Noordhof. Linkerkant, Kleibroek. Speelt hem iets te ver voor zich uit. En Koevloedgraven. Oeh, dat is niet goed wegwerken. Wat is dit? Ja, één grote fout daar. Wat is dit zonde? Maar je doet het zelf. Voetballend achterin willen oplossen. Maar zo komt Lisse op een 1-2 voorsprong hier. En dat had niet gehoeven. DVS verliest met 1-2 van FC Lisse. Teleurstellend resultaat. Wat is je verhaal, Peter, van de wedstrijd? Ja, natuurlijk een vroege goal tegen. We spelen
Nou, de eerste lange bal, zeg maar. Om vervolgens daarvan uit, het komt er wel te winnen. Tweede bal, daar waren we al te laat, zeg maar. En vervolgens, bij alle acties zijn we niet aangesloten. En ben je steeds te laat. En ik geloof 25 seconden later ligt hij erin. 50 seconden later. Dat zet voor ons wel gelijk de wedstrijd op de kop. In de eerste helft kom je gewoon niet aan voetballen toe. Geen oplossingen. We hebben nog wel een paar, twee, drie wat kansjes gehad. Maar dat was meer geluk dan wijsheid. Er zat weinig lijn in. Had je het idee dat de wedstrijd van dinsdag nog in de benen zat, vooral in de eerste helft? Ja, dat weet ik niet. Het enige wat ik zie is dat we geen agressiviteit hadden. Dus geen druk op de bal. Alles een beetje op 60-70% deden. Zeg maar. Dat zou kunnen betekenen dat die wedstrijd nog in de benen zat. Ik heb het in de wedstrijdbespreking gevraagd. Voelen jullie je? Ze zijn allemaal fris. Dus zeiden ze allemaal ja. Dus ik zeg, dat mag dan geen excuus zijn voor vandaag. Dus ik ga ervan uit dat dat niet het geval is geweest. Nee. En de rust, drie jongens die je erin brengt. Wat is er in de rust gezegd? Wat was het idee voor de tweede helft? Nou, we moeten gewoon meer energie brengen. Voetballend beter zijn. Want we kregen natuurlijk de bal van hun. Dus er was genoeg ruimte om te voetballen. Met mate las achter op het middenveld. En in het centrum er lag natuurlijk ook heel veel ruimte om in te dribbelen, om te voetballen. Ja, is Koen daar beter in dan Tim, denk ik. Dat hebben we ook wel gezien. Ik denk dat we de eerste half uur prima hebben gespeeld, de tweede helft. Dus een paar goede goal gemaakt. Een paar goede kansen gecreëerd. Uiteindelijk de laatste vijf minuten doen we het onszelf aan. Ja, ja, de 2-1 bedoel je? Een beetje... Ja. Daar mag Koen nooit overkomen. Dus, ja, zonde. En nu volgende week gaan we naar Odin. Hoe staat het een beetje met de blessure gevallen? Volgende week zijn er wel meer jongens beschikbaar of is dat nog niet bekend? Op dit moment geen idee. Het zit me ook helemaal niks. Het gaat om nu. Ik vind dat we met name in de eerste helft hebben laten liggen. Gewoon te weinig gebracht met elkaar. Tweede helft. We spelen nog onvoldoende. Creëren wat kansen. Komen we door. In de eindfase geven we natuurlijk nog 1-2 momenten weg. Dat is op zich niet zo heel raar. Wij moesten wat. We wouden spelen ook gewoon om te winnen. Het is ook niet op 1-1 te spelen. Nogmaals, hard erin gezeten. Het is gewoon weer wonderlijk. En kijken of we volgende week misschien weer wat jongens erbij. Maar dat zorg voor maandag.